Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering duurde de discussie over de Kabaatsjesweg ruim 2 uur. Na afloop spraken we Joke van der Meij, die vindt dat de discussie eigenlijk moet gaan over de verkeersdrukte die op de Turbo-rotonde ontstaat. Klopt, nou ja, waarom is dat? Als je daar gaat kijken, dan weet je al waarom het is. Voor Hoorn Lokaal begint het probleem bij de Turbo-rotonde op de provinciale weg. Je ziet het nu al, er staan files. Dat wordt alleen maar erger. Dus als de tunnel komt, dan los je dat probleem niet op. Oké. En daarom is eigenlijk de hele discussie wat jou betreft over de Kabaatsjesweg is overbodig? Of is het nou niet de juiste plek? Nou nee, dat is niet alleen. Hè. Het is en. Het is en, het lost niets op. Maar het is wel verschrikkelijk duur. En dan in deze tijd. Dus het is een optelsom van allemaal zaken waarvan we zeggen, nou, doe dat nou niet. Ik kan niets zeggen over het financiële plaatje, dat is geheim. Maar geloof mij, er komt echt nog wel heel wat miljoentjes bij. Okay. En dat is gewoon onverantwoord. Het is ook zo dat mijn collega van de Partij van de Arbeid had dat ook al gezegd. Van, kijk, als er op het moment dat we financiële dragers hebben, extra. Dan kun je overwegen van nou, oké, moet die tunnel er dan toch niet komen. Hè? Je lost daar inderdaad de drukte op de provinciale weg niet mee op, maar de toegangsweg wordt wel beter. Maar die financiële dragers die zijn er niet, het is veel te onzeker. En dat in deze tijd niet doen, gewoon niet doen. De SP maakt zich boos over de publicatie over de Kabaatsjesweg in het Zondagsblad. We vroegen Nel Douwendam waarom. Wat ik ook al zei is dat natuurlijk het college uit kan leggen, zo was het bedoeld, als een uitleg voor hun beleid waar ze staan ten aanzien van die hele Poort van Hoorn. Alleen wat niet klopt is dat je daar 3 pagina's voor neemt met mooie plaatjes. En het alternatieve plan van de oppositie, wat echt een goed doordacht plan is waar je het niet mee eens kunt zijn, maar het klopt wel inhoudelijk, dat werd gewoon afgedaan als niet volwaardig en niet terecht. Daar waren wij behoorlijk boos over, ja. Want dan is het echt campagne voeren, hè. Dan is het geen voorlichting geven aan inwoners. En zo werd de gemeentepagina zo gebruikt door de VVD als een verkiezingscampagne voor de VVD. Ja, dat is echt campagne, ja. Ik zei zelfs voor en door de wethouder, ja. Oké. Hoe heeft het college hierop gereageerd? Ja, het college heeft erop gereageerd, de wethouder, door te zeggen ja, dat was op de grens, maar niet eroverheen. En hij is gesteund door de coalitiepartijen. Dat was natuurlijk ook wel de verwachting dat het zou gebeuren. Dus, maar de SP. Maar ik vind het echt onbehoorlijk bestuur. Dus vind ik echt. SP vindt dat het wel over de grens zijn. Ja, dus. Zeker. Was echt over de grens. Ja. Oké. Nou ja, goed, het voorstel is toch aangenomen. Dat was niet geheel onverwachting. Dat teleurgesteld? Nee, want het was wel verwachting. Ja. En ik vind het jammer dat coalitiepartijen niet iets meer nadenken. Oké, goed. Hey, bedankt. Ja.